is alweer het volgende filmpje in een serie over ons biodynamische werk. Ik wil het hier hebben over hypertonie en hypotonie. Hypotonie is zeg maar spanning, lading in spieren die eigenlijk wat te hoog is. En hypotonie, daar is de spanning eigenlijk wat te laag. Dan zijn we gemiddeld gewend om vooral te denken in termen van spanning en ontspanning. En dan komen we al heel snel, missen we dit aspect wat over hypotonie gaat, wat eigenlijk gaat over leegte. We kunnen zo precies kijken, omdat het biodynamische werk is in de richtingen, stromingen van lichaamslichtentherapie, eigenlijk de vorm die een van de meest lichamelijke vormen van werken. Dus daarvanuit zijn we ook in staat om vrij gedetailleerd te kunnen kijken. Als we het hebben over hypotonie, dan komen we eigenlijk in de ervaring waar we onszelf niet meer kunnen voelen. Waar we onszelf verlaten hebben. Nou is het in zijn algemeenheid vaak zo, is dat we, als we omgaan met hypotonie door alleen maar te ontspannen, komen we vaak op een plek waar we het niet meer zo goed weten. Waar het eigenlijk moeilijker wordt om ermee om te gaan. Wat ik net al noemde, is de plek waar je jezelf verlaten kunt hebben. Nou, door daar mee te werken, dus door eigenlijk weer lading te leren krijgen in die gebieden, dus door daardoor in staat te zijn om jezelf ook wat meer te voelen, zijn we ook meer in staat om te gaan met spanning. Dus dan kunnen we, wat we hypotonie noemen, dus daarvanuit zijn we meer in staat om te reguleren en te integreren. En het geeft ons direct ook toegang tot dat meer geschiedenis en diepte van onszelf. Het geeft ook de ruimte daarvan uit, en daar maken we later nog een filmpje over, want het is erg belangrijk in het thema trauma, om het maar even zo te noemen, het reguleren van trauma. Nou, daar komt een volgende filmpje over, tot zover over hypertonie en hypotonie. Dankjewel.